Heel veel dank. Heel veel dank. Het Benjamin Herman trio met saxofonist Benjamin Herman, Thomas Pol op de contrabas en Joost Patoka op drums. Goedenavond, welkom allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering in de serie Beeldbepalers. Een serie waarin we samen met een toonaangevend beeldend kunstenaar een programma maken. Het is een samenwerking met het Mondriaan Fonds en tussen het Mondriaan Fonds en de Bali. En deze avond staat in het teken, u weet het, van kunstenaar Tjebbe Beekman. En we praten vandaag eigenlijk vooral over de verandering die plaatsvond in zijn werk. U zult vanavond allemaal dingen zien en horen die van belang zijn geweest voor die verandering. En we hopen door vanavond een beetje om die vraag heen te cirkelen van waar kwam die verandering nu precies vandaan en hoe werkt zoiets. Deze avond is altijd een experiment. En we vragen een kunstenaar, een beeldend kunstenaar, om iets anders te doen dan wat hij of zij normaal doet. Iets te laten zien wat normaal onzichtbaar is. En iets te doen in directe relatie met het publiek. We proberen op een andere manier naar het werk te kijken. Dat is iets waar, geloof ik, behoorlijk veel lef en durf voor nodig is. En ik, maar ook mijn collega's in de Bali, zijn ontzettend blij en dankbaar dat Tjebbe Beekman dat aandurfde vanavond. Ik ga hem toch nog even kort aan u voorstellen. Het is niet echt nodig, maar ik doe het toch. Hij volgde de KABK, Royal Academy of Art in Den Haag, van 1993 tot 1997. Gevolgd door de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam van 2003 tot 2004. Heeft diverse prijzen en nominaties op zijn naam staan, waaronder de Theo Wolfenkampprijs, de Buning-Prongersprijs en de Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Recente tentoonstellingen zijn Symbiosis Virtues bij Grim in Amsterdam, Reflections Beyond the Surface, AkzoNobel Art Foundation in Amsterdam, Symbiosis Grim in New York, Listen to Your Eyes in Museum Voorlinde in Wassenaar. En nu net uit, is ook heel goed en belangrijk om te vermelden, want het is vanavond te koop, is zijn eerste grote monografie ontworpen door Irma Boon en verschenen bij NAI 010 Publishers. Wat gaan we doen? We gaan zo dadelijk eerst in gesprek met universitair hoofddocent bij gezondheids- en klinische neuropsychologie aan de Universiteit Leiden, Rebecca Schaefer. We hebben haar uitgenodigd om eens een keertje te vertellen wat gebeurt er nu als in het brein bij het maken van kunst en vooral ook bij het maken van bij het luisteren naar muziek. Er is poëzie van Lucie Ber voorgedragen en besproken door dichter Ellen Dekwits. Een lezing van filosoof Alicia Gashinska, die we hebben gevraagd om naar het werk te kijken en daar gedachten en bepeinzingen over uit te spreken. Er is een interview van Hans den Hartog-Jager met Tjebbe Beekman. En u hoorde ze net al en ze komen nog een aantal keer terug. Muziek van het Benjamin Herman trio met saxofonist Benjamin Herman, Thomas Pol op de contrabas en Joost Patoka op drums. Maar voordat dat allemaal gaat beginnen, geef ik nog heel graag het woord aan Ilko van der Linge, directeur van het Mondriaan Fonds. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Het is de eerste dag dat we op korter dan 1,5 meter afstand van elkaar mogen zijn. Dus ik hoop dat u bevalt, dat het lekker knus is. Ik vind hersenen hele bijzondere organen. Ik word niet gehinderd door enige wetenschappelijke kennis, maar het idee dat er in je hoofd een soort weerwar van signalen heen en weer schiet, die ervoor zorgt dat je ergens een gedachte krijgt, een handeling verricht en uiteindelijk een soort ego creëert, vind ik ongelooflijk fascinerend. Ik kan er vrolijk bij fantaseren. Ik zie in mijn hoofd dus allerlei van die neuronen. En in die neuronen schieten dan allemaal van die signaaltjes heen en weer. En ik stel me voor dat als die nauwkeurig van het ene neuron in die andere terechtkomen, dat je dan hele keurige mensen krijgt die keurige dingen doen zoals ze horen. Maar dat er wellicht zo af en toe zo'n neuron tegen een andere afketst en in de verkeerde, of een signaaltje in een andere afketst en in de verkeerde neuron terechtkomt. En dan fantaseer ik dat dat daar de oorsprong ligt van de creatieve gedachte. Zoals ik al zei, ik word niet gehinderd door enige wetenschappelijke kennis. En ik vermoed dat Rebecca Schaefer nu denkt, waar heeft die man het over? Maar ik wil er toch wel heel graag denken, want ik wil toch ergens het idee hebben dat die artistieke, abstracte gedachte ergens vandaan komt. En iets wat ons
onderscheidt van alle andere beesten die op de wereld rondlopen. Dat daar toch iets, een basis van ligt. En het lijkt me heel prettig als dat is de onwaarschijnlijkheid van verbanden die per ongeluk ontstaan. Die chaos-theorie die er uiteindelijk voor zorgt dat er een soort unieke gedachte ontstaat. Dat heeft volgens mij ook veel te maken met het thema van vanavond, waar er toch een soort ogenschijnlijke onwaarschijnlijkheden bij elkaar komen die uiteindelijk tot een bijzonder iets leiden. En in dit geval de muziek van John Coltrane, die ervoor zorgde dat Tjebbe Beekman nieuw werk ging maken. En ik weet dat omdat ik van tevoren Tjebbe heb gebeld en gevraagd waar de avond zo ongeveer over ging. En toen vertelde hij ook dat hij het best spannend vond, zo'n avond. Want hij laat liever het werk op het podium staan en blijft zelf een beetje in de coulissen hangen. En daarin is hij een typische kunstenaar. Er zijn er wel meer die liever niet zelf op het podium gaan staan. Het risico wat dan ontstaat als kunstenaars niet zelf op het podium gaan staan, is dat anderen het voor hun gaan doen. En dat de kunst alleen maar besproken wordt door museumdirecteuren, critici, theoretici. Dus bij het Mondriaan Fonds vind ik het heel belangrijk om toch af en toe het gesprek aan te gaan met de kunstenaar. En daarom zijn we inmiddels al jaren geleden de samenwerking met de Bali aangegaan om te komen tot de serie Beeldbepalers. Avonden vormgegeven door de kunstenaar, met de kunstenaar aan het woord. Vanuit de erkenning dat de kunst nu eenmaal begint bij de kunstenaar. Dat het ook voor een kunstenaar af en toe wel spannend is, dat vind ik eerlijk gezegd niet erg. Want ook daar is wrijving en ook kunst heeft wrijving nodig. Ik geloof dat de kunst ontstaat als er af en toe, net als bij de neuronen, een verkeerde afslag genomen wordt. Ik wil de Bali graag bedanken voor de samenwerking. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond vol verkeerde afslagen. Dank je wel. Heel veel dank, Ilke van der Lingen. Ik vraag graag Rebecca Schaefer om bij mij te komen zitten. Zij is universitair hoofddocent gezondheids- en klinische neuropsychologie en leidt daar de Music, Brain, Health and Technology groep aan de Universiteit Leiden. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik wil eens beginnen. We hebben nu net met elkaar allemaal geluisterd naar muziek. En Ilke sprak er ook al over. Dan gebeurt er iets met ons. Wat gebeurt er in ons brein? Ja, dat is eigenlijk niet zo'n simpel antwoord op, juist omdat muziek zo ontzettend veel kan zijn en doen. Ja, dus als we hier met z'n allen zitten en we zijn gericht op wat er gebeurt, dan zal er natuurlijk iets anders gaande zijn dan als je in de supermarkt loopt en er is wat muziek op. Hè? Wat we in het brein zien, is eigenlijk de veelzijdigheid daarvan. Dus waar muziek links heeft met geheugen en met emotie en met taal en met beweging en nog veel meer dingen, zien we ook dat die gebieden in het brein die actief kunnen zijn als we naar muziek luisteren. En nog een stukje meer als we het zelf maken. Hè? Dus, maar het mooie is eigenlijk dat zelfs die beleving van alleen maar luisteren of actief luisteren, hoe we het dan noemen, dat daar eigenlijk al zo ontzettend veel mee gebeurt, dat dat ook aanleiding is voor allerlei ideeën over muziek en gezondheid bijvoorbeeld. En is er een verschil in muziek die je kent en hoe je daarnaar luistert en muziek die je niet kent? Jazeker. Wat vooral heel bijzonder is van muziek, is dat we ongelooflijk veel herhaling tolereren. Dus niet alleen binnen een stuk, dat er heel veel patronen zich kunnen herhalen, maar ook dat we heel graag dezelfde muziek opnieuw weer luisteren. Nee, dus daar zit een soort, dan ken je het, dan kan je er lekker in gaan zitten, zeg maar. En dan weet je ook wanneer de momenten komen waar je iets mee hebt. Terwijl als je iets nieuw hoort, dan ben je het natuurlijk allemaal nog een beetje aan het ontdekken. Maar dan neem je wel al die luisterervaring mee van wat je al weet. Dus we worden in Nederland en in het Westen, zeg maar, eigenlijk met kinderliedjes, krijgen we een soort template van wat de gebruikelijke akkoordenschema's zijn en wat een beetje voor de hand ligt. En naarmate je doorgroeit, en ook helemaal afhankelijk van in hoeverre je erin verdiept, willen we eigenlijk een beetje een soort balans van voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid. Mm-hmm. En wat zegt het over ons als mens, vind jij dat wij zo van die herhaling zo prettig vinden?
Nou, er is een soort spanningsveld. En dat is ook veel breder dan muziek. Dat zie je ook in visuele kunst. Dat we eigenlijk een soort balans zoeken tussen nieuwigheid en bekendheid. Dus vaak, als iets helemaal voor de hand ligt en duidelijk is, dan wordt het ook een beetje saai. En als iets alleen maar onvoorspelbaar is, dan wordt het, ja, dan kunnen we er vaak ook niet zoveel mee. En dat is eigenlijk de onderliggende gedachte van op dit moment over esthetische respons. Hè? Mm-hmm. Dus dat het een soort sweet spot raakt van een prettige mate van onvoorspelbaarheid. Maar wat daar heel interessant aan is, is dat we... Er lijkt niet een hele duidelijke reden voor, zeg maar. Nee, dus we zijn het veiligst als alles voorspelbaar is. Mm-hmm. Maar blijkbaar willen we ook exploreren. En we willen ook een beetje die onvoorspelbaarheid zoeken. Binnen een bepaalde mate. En hoeveel je dat wil, ik denk dat daar heel erg interpersoonlijke verschillen in zitten. Maar ook verschillen in expertise en zeg maar je eigen achtergrond. Ik wil toch een beetje op zoek naar wat het dan zegt over de mens. Ik ben zelf iemand die vrij intolerant is voor wilde muziek. Althans, ik ben heel veilig. Maar we hebben gehoord over Tjebbe Beekman. Hij luisterde veel naar John Coltrane, veel naar jazz. Dat is complexer, zal ik het zo noemen. Ja. Zijn wij Coltrane totaal zeker andere mensen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat we onze thrill allemaal misschien ergens anders zoeken. Mm-hmm. Ja, dus de een zal dat in muziek doen en de ander weer sporten. En ik zeg niet dat iedereen maar één domein mag kiezen. Mm-hmm. Maar meer van, ik denk dat er gewoon heel veel interpersoonlijke verschillen zijn in waar je je stimulatie haalt. Mm-hmm. En dat betekent niet zozeer dat we hele andere soorten mensen zijn. Maar ik denk dat het gewoon mensen eigen is om daarin te verschillen. We hebben het over gehad aan de telefoon dat we Benjamin Herman Trio zouden vragen om een standaard en een variatie te laten. Ja, kan jij daar iets over vertellen? Absoluut. Dus ik denk dat juist voor jazz en ook voor Coltrane. Ik vertelde jou inderdaad in het voorgesprek dat ik van mijn vader, die een groot muziekliefhebber is, dat ik die zei: je mag voor je 21ste niet naar Coltrane luisteren. Dan snap je dat nog niet en dat heeft helemaal geen zin. En ik natuurlijk dreef mij dat onmiddellijk die kant op. Hè? Maar ik snapte later wel een beetje wat hij bedoelde. Want er zit een soort niveau van complexiteit aan wat je eigenlijk vooral begrijpt als je de onderliggende structuur kent. En Benjamin is waarschijnlijk een grotere expert dan ik hierin, maar de structuur van heel veel jazznummers, dat er een soort basismelodie is, die heel veel mensen kennen en waar heel veel mensen een eigen interpretatie van hebben gegeven, dat je daar zo in kan variëren totdat het bijna onherkenbaar is. En dan moet ofwel de artiest ergens een soort aanwijzing geven. Nee, maar dit liedje is het. Dit ben ik aan het spelen. Of het moet een heel eigen akkoordenstructuur hebben. Wil je dat nog aankunnen, zeg maar? Wil je nog die herkenning hebben? Juist die herkenning waar we het net over hadden. Ja. Dat je daar nog even in thuis komt, zeg maar. Dus die... En Coltrane is daar, denk ik... in de standards die hij heeft gedaan. Zo'n standard bedoel ik, zo'n soort liedje dat zoveel gespeeld is door mensen. Daar heeft hij heeft echt fantastische versies gemaakt van dat soort liedjes. Waar je soms echt ook wel een beetje je best moet doen om het origineel te herkennen. Dus dat was wat ik daarmee bedoelde. Ja. Als jullie dit zo horen... Ja? Ja, dat lijkt me te gek, ja. Fijn. Heet All of Me. Het is een hele oude standaard die meestal door Dixieland orkestjes wordt gespeeld. En dan gaan we even morven halverwege. Thank you.
Dank. Ja. Ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat het is soms, zeker als je een geoefende expert muzikant bent, is het eigenlijk al bijna, je speelt die eerste al bijna niet zonder variaties. Het is al heel, nee, precies, dat gaat bijna niet. Mm-hmm. Dus dat is zo'n onderdeel van jazz en van waar ook de meer vrije improvisatie dingen dan opgebouwd worden. Dat, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook heel zenuwachtig worden van die hele heftig geïmproviseerde muziek. En omdat er te weinig houvast is voor hen. Mm-hmm. Maar als je daarvan houdt, of als je heel veel erover weet en dat je wel die signalen kan krijgen, ja, dan luister je gewoon echt op een andere manier. Mm-hmm. Jij onderzoekt ook op wat voor manier muziek onze gemoedstoestand stuurt. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dit komt eigenlijk vooral vanuit de rapportage van mensen. Als je vraagt waar gebruik je muziek voor van dag tot dag, is een van de meest belangrijke antwoorden die je krijgt, is om je eigen stemming te moduleren. En misschien niet in die woorden, maar wel de functie die iedereen, de functie die muziek heeft voor mensen in alledaags luisteren. Om eigenlijk soms je stemming een beetje te versterken, van als je er lekker in zit. Of misschien ook wel echt om te gooien. En je ziet het al terug in hoe situatiespecifiek onze muziekkeuzes zijn. Van, het hangt er maar net vanaf wat je aan het doen bent. Maar we weten vaak feilloos voor onszelf wat er nodig is, of welk liedje ons in een bepaalde stemming zal brengen. Dus dat is heel persoonlijk en ook een heel krachtig middel. Ik vraag het natuurlijk ook omdat we dit werk hier achter ons hebben. En Tjebbe Beekman verteld heeft dat hij ongeveer een jaar lang echt naar de muziek van John Coltrane heeft geluisterd. En ook ik voel me af, hoe kijk je daarnaar? Kan zoiets een verandering forceren? Of kan het iets aanzetten in je brein? Of wat doet muziek daarin? Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Muziek kan je stemming veranderen. Of kan je, zeker als je een soort radicale verandering maakt in je luistergedrag, zeg maar, dan ga je ook een soort leerproces in, waarin je helemaal ergens induikt. Je kan je ook afvragen of er niet iets anders is waardoor en de kunst verandert en het luistergedrag. Het hoeft, de richting van het effect is misschien niet eenduidig. Hè? Maar ik denk wel dat zeker als je een jaar lang alleen maar naar Coltrane luistert, dan denk ik wel dat je daarmee in een bepaalde, bepaalde bubbel komt. Dat je daar toch wel een bepaalde stemming mee oproept voor jezelf. Kan heel veel naar bepaalde muziek luisteren je ook veranderen wie je bent? Ja, goede vraag. Kijk, ik had het net over het alledaags gebruik van muziek en een van de andere dingen. Dus er waren eigenlijk drie voornaamste dingen die genoemd werden waarom mensen muziek gebruiken. Dus emotie reguleren en er is een sociaal aspect van interacteren. Maar het derde aspect wat genoemd werd was je identiteit. Hè, dus het idee dat je echt, jouw playlist of ik weet niet of mensen nog iPods hebben tegenwoordig, maar wat er dan in staat, dat iets reflecteert van wie jij bent. Dat wordt veel gerapporteerd. Dus het idee dat je muziekvoorkeuren ook voor jou een onderdeel zijn van jezelf kennen en van jezelf vinden, zeg maar, dat klinkt wel bekend, zeg maar. Als laatste wat ik me afvroeg is, als het gaat over je onderzoek, gaat het ook over iets wat het inbeelden van muziek heet. En dat is, deze avond natuurlijk best wel een interessante benaming. Ja. Hoe dicht liggen die muziek en dat visuele bij elkaar? Dat verschilt een beetje tussen mensen, maar dus ik heb vooral onderzoek gedaan naar voorgestelde muziek, dus liedjes in je hoofd, zeg maar. Maar er zijn ook heel veel mensen die onderzoek doen naar de soorten beelden die opgeroepen worden door muziek. Dus de visuele kant van
Of eigenlijk de visuele vertaling van een geluid. Dus hoe, mm-hmm. hoe, en ja, je hebt daar hele concrete voorbeelden van, maar ook veel vager. En ik denk persoonlijk dat juist die emotieregulatie daar een hele sterke mediator in is. Dus dat eigenlijk de onderliggende factor voor allebei is. Heb je een concreet voorbeeld? Ja, dus je kan, er zijn onderzoeken, hersenonderzoeken geweest waarbij ze bijvoorbeeld woorden projecteren en geluiden laten horen. En dan een woord zoals weids met een groot landschap of een... en dan een muzikale passage die ja, grote bewegingen maakt. Ik kan het niet goed in woorden uitleggen natuurlijk. Maar, of, en dan een woord zoals krap met ander geluid en met een ander beeld daarbij. En dan dus je ziet ook de semantische betekenis van die woorden, zeg maar, dat die echt samenhangt met het gevoel wat mensen van die muziek krijgen. Dus er zit een duidelijke, ook talige, maar ook visuele kant aan hoe we die geluiden interpreteren. En het is natuurlijk super spannend om te leren hoe dat zo gekomen is, hoe die links gelegd zijn. Maar ja, vooralsnog zijn we al heel blij dat we de links überhaupt kunnen laten zien. Heel veel dank voor dit gesprek. Ik denk dat het een mooi moment is. Dank je wel voor de uitnodiging. Fijn dat je wilde komen praten. En het is denk ik een mooi moment om naar dat talige te gaan. Dank. Goed, dank je wel. Dan geef ik heel graag het woord aan Ellen Dekwits. Zij is dichter, schrijver, theatermaker, columnist. En ze debuteerde met De Steen Vreest Mij, waarvoor ze de C. Buddingprijs ontving. En later volgden onder andere Hooi Feest en Olijven moet je leren lezen. In 2019 verscheen de dichtbundel Hogere Natuurkunde. En in 2020 Dit gaat niet over grasmaaien, over poëzie lezen. En in dat jaar schreef ze ook het Boekenweekgedicht. En we hebben haar gevraagd om iets te vertellen vandaag over Lutje Ber, een van haar lievelingsdichters, geloof ik. En Lutje Ber, waarom? Omdat die ook belangrijk was voor Tjebbe, natuurlijk. Dus. Hallo allemaal, goedenavond. Ja, Lutje Ber, ik kan er twee dingen eigenlijk, of twee soorten dingen over vertellen. Ik kan u nu gaan informeren met zijn gehele levensloop, maar weet u... Daar hebben we Wikipedia voor. Dus ik ga iets anders doen. Ik ga u EHBL geven. Eerste hulp bij Lutje Ber. Want ik kom uit een familie van Neerlandici en het dossier is mij met de paplepel ingeslagen. Dat wil niet zeggen dat ik er goed in ben, maar wel dat ik mensen tot vervelens toe kan informeren, wat ik vervolgens nu ook ga doen. Lutje Ber, wie is er niet tijdens een mondeling Nederlands mee getheoriseerd? Die dichter met die prachtige, klankrijke zinnen waar... volgens derden, en dat zijn dan de mensen die ik niet op mijn vriendenkring reken, geen touw aan valt vast te knopen. Lutje Ber, ik zal een klein stukje Wikipedia alsnog voor u doen, is een van de, u weet het al, vijftigers. Hij maakte furoren na de oorlog, waarin eigenlijk elke vorm van kunst zichzelf opnieuw uitvond. Iedereen was zo teleurgesteld geraakt door de mens sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou, eigenlijk ook sinds de Eerste Wereldoorlog. Maar men had een tweede nodig om er echt helemaal klaar mee te zijn, wat diverse vernieuwingen in de kunst teweegbracht en ook in de dichtkunst. En ik zou graag een gedicht eerst van hem willen voorlezen, wat ik vervolgens een beetje met u ga analyseren. Ik wil aan de moderator vragen om het gedicht niet te projecteren en de reden daarvoor zal ik straks uit de doeken doen. Het gedicht heet Aan Lesbia en het begint met misschien wel een van de bekendste en meest gevreesde dichtregels uit de Nederlandse poëzie. Aan Lesbia. De oude Meepse barg ligt nimmer meer in drap, maar vergoed op zachte kussens, onder uitgerekend de weelderigste bomen ons rest. Slechts een schaduw dun als een das speelt om af te koelen Lesbia, sinds je moeder goede zaken maakt met de montage van haar geldzucht en jouw schaamteloos lichaam zijn je lippen nu als in steeds modieuzer gewaden gehuld, zo gewaagder gelijkend dan ooit, mij toch armelijk mager geworden. Maar ik verliet je niet.
Maar al werden je fraaie lokken plots walgelijk rattenhaar, of baarde je onder mijn ogen een geslacht van veelpootig of kruipend gedierte, ik verliet je niet, want waar zou ik nog rust kunnen vinden? In het zuiden op de brandende bergen, of onder de altijd bloedige barbaren in het noorden. O, ik moet er niet aan denken hoe in den vreemde een van heimwee bezetene mij toefluistert. Alle vlinders van dit voorjaar slapen op Lesbos. Heerlijk. En stel je voor dat je nu een docent Nederlands had gehad, die zou zeggen, nou, wat betekent dit? En dat vind ik het mooie aan Lucie Ber. En daarom wou ik het ook eerst voordragen. Kijk, de poëzie die in de tijdsvlakken voor de vijftigers in de Nederlandse letterenwereld echt helemaal hip en happening was, was poëzie. Je moet denken natuurlijk aan Vassalis, je moet denken aan Nijhoff, waarin introspectie gepaard met een zoektocht naar het grote mystieke in vaak regelmatige versen op papier werden geknald. En je zou er met een mondeling Nederlands altijd nog enige vorm van chocola van hebben kunnen maken. Maar na de Tweede Wereldoorlog was men in de mens toch teleurgesteld en ook in het typisch menselijke dat wij hebben, namelijk de taal. En zo begon men ook in de dichtkunst als het ware opnieuw. Men ging niet op zoek naar gedichten die een via een bepaald soort sleutel te hervinden betekenis hadden. Nee, het ging om associatie. En het ging zeker in het geval bij Lucie Ber om gedichten te schrijven die een vuurwerkbom vormden van niet alleen klanken, dat heeft u hopelijk net ook gehoord met dit gedicht, maar ook van betekenis. En ik denk dat hij wat dat betreft ook een beetje is zoals jij, Tjebbe. Ja, je wil niet in de belangstelling staan vanavond, maar kijk je toch maar even aan, Tjebbe die daar zit. Je stapelt, wat je ook met dit triptiek doet, je stapelt beeld na beeld na beeld na beeld op. En je gaat niet daarmee de lezer of de toeschouwer in dit geval een bepaalde hoek indrukken. Je laat het zijn eigen ding maken. En ik denk dat het bij jouw werk en ook bij het werk van Lucie Ber niet zozeer gaat om noodzakelijk betekenen als wel beleven. Maar dat wil niet zeggen dat je niet alsnog iets uiteen kan zetten. En daarom, ik kijk naar jou, Jant, zou ik de eerste ping mogen, of het hele gedicht, wat maakt mij het ook uit, het zaterdagavond, van Aan Lesbia. Ja, kijk. Ik ga iets vertellen over het duiden van gedichten. Oh ja, Jante, ik ben langdradiger dan God. Dus zodra ik over mijn spreektijd heen zit, pak zo'n vishaak, haal me hier weg. Want ik vind het zo leuk om weer samen te kunnen zijn en het over kunst kunnen hebben met elkaar. Dus voor je het weet zitten we hier morgenochtend nog. Wat geen probleem voor mij is, maar oké, goed. Die eerste twee dichtregels, hè? Daar is in de literatuurwetenschap nogal wat over gebekvecht. De oude Meepse Barg ligt nimmer meer in drap. Er zijn hele discussies geweest hoe Lucie Ber op die woorden Meeps en Barg is gekomen. De een zegt, ja, hij had een kennis uit de Achterhoek waar die woorden blijkbaar ontzettend in zwang zijn. En de ander zei, nee, hij heeft gewoon blind lopen prikken in de dikke vandalen, wat de reden ook is. Er zijn een aantal interessante duidingen. Allereerst bekken die eerste twee regels natuurlijk als een malle. Hè? De oude Meepse Barg rust nimmer meer in draf. En als je het aan een bekende literator en mededichter zou vragen, zoals Ilja Leonard Pfeiffer, is het eigenlijk, als je niet weet wat die eerste twee regels betekenen, wat in hemelsnaam een barg is en wat Meeps is, is dat eigenlijk maar beter zo. Want zo behoudt de taal een bepaalde vorm van magie. Ik weet niet wie van u hier ook katholiek is opgevoed, maar als je vroeger in de kerk zat en je hoorde al het Latijnse gebrabel, dat was ook een vorm van magie. Dat was taal die nog niet door het alledaagse was aangetast. Sterker nog, dat was taal die niet door betekenis was aangetast, waardoor het iets bezwerends hield. Pfeiffer, die was dus dol op die eerste twee regels. Hij, als we zijn geschriften mogen geloven, murmelde ze vaak op de fiets onder de douche boven zijn geliefde voor zich uit. En hij hield van de zangerigheid en de magie die het veroorzaakte. Tot hij op een zeker moment zijn eigen versie van ontdekken dat Sinterklaas niet bestaat had uitgevonden. Namelijk, hij pakte de dikke vandalen bij en ontdekte wat hier nou eigenlijk stond. Want meeps is een oud woord voor, ik weet niet of u het wist, maar ziekelijk. En barg is een gecastreerd mannetjesvarken. En dat vond hij toch jammer.
Het oude ziekelijke mannetjesvarkentje ligt niet meer in de drap. En hij had eigenlijk niet willen weten dat dit zo was. Net zoals dat sommige mensen of kinderen, ik weet niet hoe oud uw kinderen zijn, maar dat ze eigenlijk liever niet hadden willen weten waar de kinderen vandaan komen. Dat je toch liever zo'n mysterie in leven had willen houden. Daar kan je tegen inbrengen trouwens, wat de Neerlandicus Mark van Oosterdorp ook wel eens heeft gezegd. Dat weten wat iets betekent niet noodzakelijk afbreuk hoeft te doen aan je waardering voor hetgeen. En van Oosterdorp die zei van ja, een arts, ook al weet hij hoe de geneeskunde werkt, en ook al weet hij hoe het lichaam van zijn vrouw werkt, hij zou er nog steeds met enige welwillendheid naar kijken. Anders zou het A, zijn vrouw niet zijn. En B, hij zou het echt wel zien als iets meer dan een hele bak met bacillen. Terug naar Lucie Bert. Ook al kennen wij nu letterlijk de betekenis van die eerste twee, die betekenis is toch niet, we maken niet die vertaalslag dat we hier meteen lezen dat we hier een oud, ziekelijk mannetjesvarken zien. We zien nog steeds een mystieke, vind ik haast, betekenis die door de klank wordt opgetild. En Rebecca, ze hebben ook wel eens mensen in een MRI-scan gegooid, heb ik gelezen, correct me if I'm wrong, terwijl ze poëzie gingen voorlezen. En dan bleek dat de hersengebieden dezelfde hersengebieden oplichten als wanneer je muziek luistert. Het waren andere hersengebieden die oplichten als wanneer je de krant mensen liet lezen in een MRI-scan. En Lucie Bert heeft ook altijd zelf gezegd over zijn gedichten dat het een poging was om muziek in taal te vatten. En daar slaagt hij wat mij betreft ontzettend in. En ik kijk jou even aan, Jan, want volgens mij glansrijk over de tijd al aan het heen gaan. Maar als ik eenmaal begin, ik ga dit eerste blokje wat ik mag zo meteen nog verder homerisch doorgaan over Lucie Bert. Maar ik wou het eerste blokje besluiten met het hart onder de riem van het is eigenlijk een feest als je Lucie Bert niet helemaal begrijpt. Want toch, net zoals die afketsende neuronen-ekel waar je het net over had, het is heerlijk dat die dingen die ogenschijnlijk niet kloppen of ogenschijnlijk niet in direct coherent narratief vormen, toch bepaalde andere gebieden in je hoofd doen oplichten, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. En dat is iets waar wij in de kunst natuurlijk altijd mee bezig zijn. Niet alleen omdat het rendabel is, maar vooral en in het bijzonder omdat het ons denken verbreedt. Tot zometeen. En omdat Chebbe zo dol is op John Coltrane, gaan wij nu een stuk van John Coltrane spelen. Hij is op een gegeven moment, toen hij eenmaal van alle drugs af was, religieus geworden. Het gebeurt wel eens. En dit is van zijn album A Love Supreme. Dat is een, als je die niet kent, zeer de moeite waard om even te checken. Thank you.
Heel veel dank. We gaan luisteren naar Alicia Gieschinska. Ze is filosoof, schrijfster en tv-maakster. Ze studeerde summa cum laude af aan de Universiteit Gent met een verhandeling over positieve vrijheid. Publiceerde diverse boeken, ik noem er een paar. De verovering van vrijheid, een soort van liefde. Intussen komen mensen om, een boek over politieke betrokkenheid. Kinderen van apaten, over leugens en waarachtigheid. Een mooie die tegenstelling die ook in het werk natuurlijk terugkomt. In 2018 verscheen Thuis in de muziek, een oefening in menselijkheid. En dat is een filosofisch essay over de belangrijke rol die muziek kan spelen in onze morele en persoonlijke ontwikkeling. En we hebben haar gevraagd om naar het werk te kijken. Ook omdat het natuurlijk op een gegeven moment de studio verlaat en in de wereld is. En zij bestudeert
die wereld zeer uitgebreid. Alicia. Goedenavond iedereen. Dank u wel trouwens dat ik hier mag aanwezig zijn. Ik heb inderdaad na de vraag van de Bali mij ondergedompeld in de wereld van Tjibbe Beekman. En het voelde ook al als een plaat die je hebt gekocht, of een LP, of een cassetje van vroeger. En je ging dan luisteren en zo ontstonden nu hitlijsten, de mooiste nummers. En inderdaad, die zeggen misschien meer over ons, over onze voorkeuren. En daarmee heb ik ook een paar hits meegenomen, beelden. Ik denk de slideshow kan aangezet worden. Dan kan ik starten. Voilà. En ik heb mij gebogen over de betekenis van Tjibbe Beekmans werk. En dat is, dat ga ik nu brengen en dat voelt een beetje onwennig aan. En het is ook onwennig om over een kunstwerk en over kunstwerken te praten in de aanwezigheid van de schepper ervan. Want wie zou immers beter aan het woord gelaten worden dan de kunstenaar zelf? Wie is beter in staat een oordeel te vellen over de betekenis van het werk en de veranderingen die het heeft ondergaan? Wat heeft hij ermee bedoeld? Wat drukt het uit? Waarom schildert hij nu zus en zo? Wat betekent het voor ons? Wat zegt het over ons? Met andere woorden, ik neem het woord vanavond met enige schroom. Want wie ben ik om enige duiding te bieden bij het werk van Tjibbe Beekman? Al die vragen kunnen waarschijnlijk beter aan jou gevraagd worden. Maar hier loont het misschien de moeite om even te pauzeren. Is dat wel zo? Wat is de betekenis van een kunstwerk? En waarin zit die betekenis? Is die betekenis vooraf bepaald door de kunstenaar zelf en vervolgens in het werk geprojecteerd? Of is betekenis een eigenschap van de vormelijke kenmerken van een kunstwerk zelf? Over dergelijke vragen zijn al talloze filosofische analyses geschreven. En het antwoord op die vragen is zelden eenduidig. Wat wel duidelijk is, is dit. Wat een kunstwerk betekent, is lang niet altijd datgene wat een kunstenaar ermee bedoeld heeft. Tussen betekenis en bedoeling kunnen diepe kloven liggen. Neem het gedicht The Road Not Taken van Robert Frost. Ik ga even de volgende slide nemen. Het behoort tot de absolute klassiekers van de Amerikaanse en 20e-eeuwse poëzie. Two roads diverged in the yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, enzovoort, enzovoort. Over het gedicht zijn door de jaren heen talloze besprekingen gemaakt, en ondertussen staat het bekend als een gedicht over de moeilijkheid van de existentiële keuzevrijheid waartoe de mens veroordeeld is. En het vraagstuk van de vrije wil en de determinatie en de zelfdeterminatie. Kies welke weg je wilt bewandelen. En kies welke weg je in het leven wilt bewandelen. Het gaat dus over een heel diepzinnig gedicht. Over een diepgaand, fundamenteel, existentieel gegeven. Maar wat blijkt wanneer we naar de ontstaansgeschiedenis van het gedicht kijken? Dan zien we dat Robert Frost er iets helemaal anders mee bedoeld heeft. Een goede vriend van Frost was een eeuwige twijfelaar. Een soort Hamlet die aan pathologische besluitloosheid leidt. En om met hem een milde draak te steken, begon Frost aan zijn befaamde gedicht. Eerder spielerij dus en spot dan filosofische gewichtigheid. En zo zijn er talloze voorbeelden van kunstwerken die iets heel anders zijn gaan betekenen dan wat de kunstenaar zelf voor ogen had. Denk aan het lied Moeren van de Poolse kleinkunstenaar Jacek Kaczmarski. Dat lied groeide in de jaren 80 uit tot het protestlied van de solidariteitsbeweging in Polen. En ook nu nog geldt het als een protestlied tegen verdrukking en voor vrijheid. In Belarus, bijvoorbeeld, werd het zelfs nog recent door betogers gezongen als aanklacht tegen het regime van Lukashenko. Maar Kaczmarski had zijn lied helemaal niet bedoeld als dusdanig.
Hij wilde met het lied de dwaasheid van de mens die opgaat in een massa aanklagen, die zijn individualiteit verliest door in de groep op te gaan. Het was helemaal niet als protestlied tegen het communistische of andere verdrukkers bedoeld. En toch is dat nog steeds de betekenis van zijn legendarische lied. Daarbij rijst de vraag, wat is nu precies de betekenis van bijvoorbeeld The Road Not Taken of Van Moeren, of denk maar aan Chopin's regendruppelprelude. Chopin zelf vond het verschrikkelijk dat George Sand er regendruppels in zijn muziek hoorde. En toch, tot op vandaag, wordt de 24e prelude van opus 28 vaak aangekondigd als de regendruppelprelude. Is betekenis toch wat de kunstenaar bedoelde, ook al interpreteren wij allemaal en de mensen het helemaal anders? Of is de betekenis toch nog iets anders? Ik ken ook geen sluitend antwoord op die vraag. Maar ik voel wel sympathie bij de gedachte dat betekenis iets dynamisch is. Iets wat ontstaat, iets wat hangt tussen kunstenaar, kunstwerk, publiek en in dit geval mij. Betekenis komt dialogisch tot stand. De Franse muziek- en moraalfilosoof Vladimir Jankélévitch sprak in dat opzicht van een duo de cœur, een duet van harten, een dialoog de moi et de toi. Betekenis ontstaat in de interactie. Het is geen vastgegeven. Ik ben dus zo'n duo de cœur aangegaan, een duet van de geest met enkele werken van Tjebe Beekman, en leg nu graag toe wat er daarbij in mij, tussen mij en de kunstenaar en het werk, van betekenis is ontstaan. Ik zou het alvast kunnen samenvatten als ontheemd huiselijk of huiselijk ontheemd. Ontheemd thuis zijn. Iets van een dergelijke paradoxale omschrijving schiet me te binnen wanneer ik naar verschillende werken van Beekman kijk. En als ik ze zou moeten typeren. Een van zijn werken waar mij nog alsmaar weer aan blijft haken is The Reader van 2012. Beekman schildert een indrukwekkende boekenkast op een doek. Er ligt een sofa met een slordig deken over de kast, voor de kast. De kleuren zijn opvallend zacht. Uit het geheel spreekt een bijna huiselijke, verwelkomende sfeer. Maar tegelijk hangt er ook een stoffige sluimer over het doek, alsof de ruimte niet langer een thuis is of kan zijn. Er hangt een zekere verlatenheid, gelatenheid over het beeld. Diezelfde dubbelzinnigheid en tweespalt tussen verwelkomen en vervreemden zit in veel van de schilderijen bij Beekman. Ook met zijn schilderijen over huizen, woonkamers, bibliotheken, gevels van woonblokken. Een mooi voorbeeld is het kleinere tegenlicht van 2014. Weer die opvallende, volgens mij zachte kleuren. De stoelen die tegen het licht geplaatst staan. Je zou er haast in willen gaan zitten met een glas wijn en te kijken waarop het raam precies uitzicht biedt. Maar tegelijk heeft het tafereel ook iets onbestemd, iets onthecht, iets ontheemd. En misschien daarom, misschien net daarom, trekt het mij zo aan. Omdat ik een persoon ben die zelf vaak ontheemd is of zich ontheemd voelt en graag een stoel zou vinden en een raam met een uitzicht om thuis te komen. Die dubbelzinnigheid van aantrekken en afstoten, verwelkomen en vervreemden, spreekt ook in het drieluik dat hier op het podium staat. Het is een kleurrijk werk, Symbiosis 9. Dus daaruit spreekt een gevoel van enerzijds eenheid, verbondenheid, opgewektheid, maar tegelijk hebben de beelden iets bijzonder fragmentarisch. De mens valt hier in stukken en brokken uiteen. En een been ontbreekt of lijkt te ontbreken, komt dan in een andere plaats terug op. Die versplintering van de mens, van het ik, in onze drukke wereld, lijkt me geen toevallig thema bij Beekman. Onze levens, onze woningen zijn vaak mensverlaten. Niet zozeer God verlaten, maar mensverlaten. Zelfs in een drukke wereldstad kunnen we hopeloos alleen zijn, onthecht van buren en van naasten. Grote kunst houdt altijd de vinger op de pols van de tijd, maar overstijgt ook die tijd. Doet meer dan een tijdgeest samenvatten. Het tijdelijke en tijdloze vloeien samen in kunst die echt iets over ons zegt, over wie we zijn,
waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Al deze vragen, wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, zijn verbonden met één cruciaal aspect van ons mens zijn. Ons verlangen naar een thuis. We zijn nomadische settlers. We trekken rond om ergens thuis te komen. We worden in de wereld geworpen, tegen wil en dank, zoals de existentialisten zeggen, en moeten dan maar onze weg zien te banen door het bestaan en het vreemde ons eigen maken. Die existentiële behoefte, die vaak een worsteling is, zit als thema in het werk van Beekman. De huizen en landschappen, stadsbeelden die hij schildert, cirkelen rond die behoefte en existentiële strijd. En die strijd is er in onze complexe en geglobaliseerde wereld niet makkelijker op geworden. We zoeken naar een plek om te behoren, maar gaan gebukt onder het individualisme en het isolement van onze mensverlaten levens. De desolate drukte van een stadsbestaan in de schaduw. Er is van symbiose weinig sprake, geen versmelting, maar verbrokkeling. En daarom prikkelt de titel ook zo. Ik las ergens dat iemand vond dat Beekman met zijn werk orde en structuur wilde brengen in de verwaarloosde en failliet verklaarde wereld. De wereld zou op de rand van een bankroet staan. Die indruk heb ik ook wanneer ik naar Beekmans werk kijk. Maar het lijkt me dat het de kunstenaar niet te doen is om orde en structuur aan te brengen. Hij wil terug zin geven in die failliete wereld. De zin van een wereld die niet vijandig, maar verwelkomend is. De wereld waarvan we een thuis moeten kunnen maken. En dat is een hele opgave in onze gejaagde, vluchtige en geïsoleerde levens. In een wereld vol gebouwen die functionaliteit eerder dan huiselijkheid als streefdoel hebben. Wanneer ik kijk naar het schilderij Façade, moet ik onwillekeurig denken aan de kritiek van Roger Scruton, de kritiek die hij had op de functionalisme in de architectuur. Scruton staat bekend als een belangrijk of de belangrijkste conservatieve denker, maar eigenlijk zou hij bekend moeten staan als de belangrijkste filosoof van de esthetiek van de voorbije decennia. Voor mij was hij een dierbare vriend met wie ik heel goed van mening kon verschillen. We konden het vaak grondig oneens zijn en de oneenigheid was meer het cement van onze vriendschap dan iets anders. Maar er waren ook uiteraard thema's waarin we wel op dezelfde golflengte zaten. En een van die thema's betrof zijn kijk op architectuur en wonen. Mijn kijk op architectuur is beïnvloed door het feit dat ik de eerste 7 levensjaren woonde in een communistische, grijze betonnen blok in Warschau. Scruton heeft ook door zijn vele reizen in Polen en in Tsjechië, toen hij aan de ondergrondse universiteit werkte, ook gezien wat zulke blokken met de menselijke ziel doen. En Beekman heeft een tijd in Oost-Duitsland gewoond en zijn scherp oog zag het communistische trauma op de gevels. Scruton meende dat de vraag hoe we bouwen en zouden moeten bouwen naar de toekomst toe, nu we allemaal massamensen zijn, zowat de belangrijkste vraag is die een filosoof zich stellen kan. Elke filosoof die naamwaardig zou zich moeten buigen over architectuur, over wat goed bouwen wel is en niet is. Scruton verfoeide het functionalisme in de architectuur. Het functionalisme heeft esthetische principes opzij geschoven en vervangen door een koude calculus van nuttigheid en efficiëntie. Daardoor zit je op de duur met gebouwen die zo lelijk zijn en zo weinig verwelkomend dat ze geen thuis meer kunnen zijn. Scruton verwoordde het zo. Wanneer je bouwt, stel je een daad die ingrijpt in het leven van een gemeenschap, die impact heeft op de publieke ruimte. Wanneer we bouwen, moeten we er altijd oog voor hebben dat we het gemeenschapsleven niet ontwrichten. We maken niet louter huizen, maar we creëren een thuis voor mensen. Alle belangrijke aspecten van ons leven zijn daarmee verbonden. Waar we werken, hoe we ons ontspannen, wat we door het raam zien, hoe we ons op straat begeven. Allemaal zaken die verband houden met de kern van ons mens zijn. Want we zijn sociale wezens. Tussen een schilder en een filosoof kan er een hele wereld van verschil gapen.
En toch kunnen ze allebei de essentie vatten en weergeven, elk op hun eigen manier. Hoe we bouwen is hoe we wonen, is hoe we leven, is hoe we denken, is hoe we zijn, is wie we zijn. Onze identiteit wordt fundamenteel bepaald door de straten waarin we ons begeven, de gevels waarachter we gaan slapen, parken waarin we wandelen. En in een wereld waarin de straten en gevels ons als vreemden tegemoet treden met een vijandige blik en waar parken ruimte moeten maken voor autoparken, is het moeilijk om onszelf te kunnen zijn en om thuis te komen in het bestaan. De mens is een paradox op benen. Voortdurend worden we gekarakteriseerd door tegengestelde verlangens en noden die bijna niet te verzoenen zijn. Denk aan vrijheid en veiligheid, geborgenheid en zelfstandigheid, het vertrouwde en het vernieuwde, thuis en elders, kleur en zwart, licht en donkerte. Dat laatste is trouwens een erg opvallend karakteristiek van Beekman. Ik vind het haast ontroerend hoe hij het kleurrijke en het sombere op zo'n harmonische manier laat versmelten. Het lijkt alsof de felste kleuren droef zijn om het lot van de wereld, zoals in Symbiose 9. In de schilderijen van Beekman komt de paradoxaliteit van het menselijke naar me toe, met als overkoepelend thema de onthechting en de geworteldheid ten aanzien van de wereld als thuis. Nu is de vraag: zegt deze ervaring meer over mij of over de kunstenaar of over het werk? Zelf ben ik als mens, als filosoof, erg bezig met het thema van thuis versus vervreemding. Je plaats hebben in de wereld, de rol ook die schoonheid daarbij speelt. Schoonheid, muziek, schilderkunst, poëzie. Het helpt mij, het helpt ons allemaal, denk ik, om thuis te komen in de wereld. En van schoonheid gaat er ook een verbindende kracht uit. De Poolse componist Witold Lutosławski verwoordde het ooit mooi. Hij zei: de artistieke creatie kan een doorgronding van de menselijke ziel worden. En de resultaten van dit type doorgronding legt een pleister op een van de meest intense pijnen van de mens. Eenzaamheid. Een pleister op eenzaamheid. Kunst, schoonheid als balsem voor onze existentiële wonden, wonden die Beekman ook in zijn werk aanwezig laat zijn. Het isolement van het doorgeslagen individualisme, de vereenzaming, de verbrokkeling van mens en maatschappij. Zit dat werkelijk in dat werk of is dat mijn projectie? Is dat dé betekenis of een betekenis? Alleszins zijn deze reflecties het gevolg van mijn duo de cœur, wanneer ik naar Beekmans schilderijen kijk. In ieder geval, als betekenis in de interactie ontstaat, zoals muziek ontstaat in het spel, als betekenis dialogisch tot stand komt, dan is het meer dan toepasselijk om als laatste beeld Dialogue uit 2012 te tonen. En daar langer bij stil te staan. Welke dialoog is hier precies gaande? Wie zijn de partners die het gesprek aangaan? Of kijken we hier naar een dialoog tussen de objecten die de ruimte vullen? Een gesprek van lege stoelen? Wat betekent dat precies? Soms is betekenis bedoeld om ongrijpbaar te zijn en zit er harmonie in het ongerijmde. Ook hier weer belanden we in paradoxale bewoordingen, maar de waarheid kan nu eenmaal vaak niet anders dan met tegenstellingen uitgedrukt worden. De wereld bestaat, net als schilderijen, altijd uit meer lagen dan deze die onmiddellijk zichtbaar zijn. Het is precies ook door het spel van tegenstellingen, licht en donker, kleur en somberte, abstracte, figuratieve, vervreemden en verwelkomen, dat er in deze schilderijen, in de schilderijen van Beekman, een bepaalde waarheid over ons mens zijn en over onze menselijke aard uitgedrukt wordt. Via het begrip van de schilderijen van Beekman krijgen we misschien een beetje meer begrip van onszelf. Maar bovenal zijn het schilderijen waarvan de schoonheid ons ook meer thuis kan helpen voelen in de vreemde wereld waarin we geworpen zijn. Hoe er in de toekomst, over verschillende decennia,
naar het werk van Beekman zal gekeken worden, is uiteraard moeilijk te voorspellen. Hoe zal de wereld er dan uitzien? Misschien is het dystopische schrikbeeld dan werkelijkheid geworden. Hoe zullen onze samenlevingen opgebouwd zijn? Hoe zal de klimaatsverandering onze huizen, onze levensstijl, onze manier van wonen en zijn veranderd hebben? Deze veranderingen zullen ervoor zorgen dat anderen nieuwe betekenissen in het werk van Beekman zullen leggen en vinden. Zelfs deze avond, waarop we ons licht laten schijnen op de kunstenaar, op zijn werk en de betekenis ervan, we bezitten geen monopolie over het begrip en de betekenis van het werk. Want dat is die blijvende dialoog, de blijvende dynamiek. Aan het begin van deze korte lezing liet ik de openingsregels van Robert Frost's bekende gedicht The Road Not Taken horen. Ter afronding kunnen we ook misschien terug naar de slotregels aan bod laten komen. Daarin klinkt dat we er goed aan doen om in het leven niet de platgetreden paden te bewandelen. En wat voor het leven in het algemeen geldt, geldt voor de kunst in het bijzonder. Een kunstenaar moet zijn eigen weg bewandelen, zijn eigen stijl en stem vinden. Dat is ook het handelsmerk van een grote kunstenaar. Je herkent hun werk zelfs wanneer je een bepaald werk maar voor de eerste keer ziet. Tjibbe Beekman is zo'n kunstenaar, met een eigen geluid. En ik gun het hem, ons en de toekomstige generaties van harte dat hij nog vele jaren zijn eigen weg op mag gaan. Want daarin zit all the difference. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood. And I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Ik ga Ellen Dekwits vragen of zij wil voordragen. Ja, ik moet eigenlijk nog de hele speech van Lucia nog echt een beetje verwerken. Wat een prachtig idee dat schoonheid ook een vorm van thuis zijn is. Haast een vorm van behagelijkheid. En ja, wij zitten hier in Nederland met een woningcrisis van je welste, waar het betonblok soms voor anderen het thuisgrond moet verbeelden. En het stemt tot nadenken. Dank je wel. Ik wou simpelweg 3 gedichten voordragen van Lucia Baer. Want weet je, praten over poëzie is ook een beetje zoals dansen over architectuur. Ergens slaat het ook gewoon nergens op. En ik zou natuurlijk de gedichten die ik nu ga voordragen ook nog even van tevoren kunnen uiteenzetten, zodat u weet wat u kan verwachten. Maar laten we dat niet doen. Want wie een gedicht uiteenzet, om het maar met een andere hele oude dode dichter te zeggen, Ezra Pound, die maakt er iets anders van dan het gedicht daadwerkelijk is. 1. De zeer oude zingt. Er is niet meer bij weinig. Nog is er minder. Nog is onzeker wat er was. Wat wordt, wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft ijlings. Alles van waarde is weerloos. Wordt van aanraakbaarheid rijk. En aan alles gelijk als het hart van de tijd, als het hart van de tijd. 2. En hierbij moest ik toch heel erg aan jouw werk denken, maar ik ga niet duiden. Ik draai een kleine revolutie af. Ik draai een kleine mooie revolutie af. Ik ben niet langer van het land, ik ben weer van water. Ik draag schuimende koppen op mijn hoofd. Ik draag schietende schimmen in mijn hoofd. Op mijn rug rust een zeemeermin. Op mijn rug rust de wind. De wind en de zeemeermin zingen. De schuimende koppen ruisen. De schietende schimmen vallen. Ik draai een kleine mooie revolutie af.
en ik val en ik ruis en ik zing. En tot slot, betekenis is inderdaad dynamisch, hè? En iedereen ziet er zelf iets anders in. Maar wat me altijd zo fascineert aan het werk van Lucie Baer is de opeenstapeling van mogelijkheden die tegelijkertijd niet lukraak aandoen. Je voelt dat er onzichtbare lijnen, kleine tunnels ondergegraven zijn die iets diepers in je aanboren. En ik wou afsluiten met een soort evergreen van hem. Ik tracht op poëtische wijze. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot de uitdrukking te brengen. Ware ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar ware ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap, de stenen, stenen, dieren, dieren, vogels, vogels weg zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten, die momentopnamen zijn van die weg. En in deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid, schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen, zij troost de larven. De reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Niet meer alleen het kwade. De doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig, maar ook het goede. De omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal in haar schoonheid opgezocht. Ik hoorde daar dat zij niets menselijks meer had dan de spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend zonlicht. Heel veel dank, beiden. Ik vraag graag Hans den Hartog-Jager en Tjebbe Beekman om te gaan zitten op deze twee stoelen. Graag, ja. Hans den Hartog-Jager was kunstredacteur voor NRC Handelsblad en werkte voor bladen als Metropolis M en Art Forum International. Hij heeft diverse monografische publicaties op zijn naam, onder andere over David Hockney, Mark Mulders en Andy Warhol. Hij schreef diverse boeken die ik niet allemaal ga noemen, maar over kunst, maar ook fictie. En als curator maakte hij in 2019 onder andere de tentoonstelling Vrijheid, waarin hij 50 Nederlandse kernkunstwerken bij elkaar bracht in het Museum de Fundatie in Zwolle. En hij is op dit moment artistiek leider van de Biennale Into Nature in Drenthe. Het is aan jou. Dank je, Jante. Tjebbe. Hi. Volgens mij heb jij een... lofzang op de onzekerheid georganiseerd. Vertel eens. God. Was dat de bedoeling? Nee, maar het is wel mooi. Het is een beetje vreemd, dit. Ah, je hebt er zelf hand in? Nee, ja, eigenlijk liever niet. Nee, was het idee. Maar toch? Ja, er gebeurt wel wat. Ja. Ik ben een beetje stil van. Sorry. het is een beetje gek, weet je wel. En dat boek en dit, het is wel... Gaan we het zo over hebben. Ik vond het prachtig wat iedereen vertelt. Alle kunstenaars die voorbij kwamen, de ideeën. Maar, lofzang op de onbegrijpbaarheid. Past wel een beetje bij je, toch? Vertel eens even over Coltrane. Want als je het over onbegrijpbaarheid hebt, kunst waar je grip op moet krijgen, die je niet zomaar tot je kunt nemen. Ja. Dat ga je dan een heel jaar in je atelier draaien. Vertel eens, wat zat daarin? Ja, dat was echt iets debiels monomaans. En het moest. Op de een of andere manier leek het net alsof ik, als ik aan het werk was, dat ik en echt tot het punt wilde komen. Weet je, je hebt delen in de dag, of dat je aan het werk bent, dat het gewoon uitvoeren is en dingen. Afplakken, dingen organiseren voordat je weer aan het schilderen komt. Maar het moment dat je echt in die flow moet komen en allemaal dingen moest doen, dan op de een of andere manier paste alleen die muziek bij de handelingen en bij het doen en bij het denken en om in een bepaalde mindset te komen. En ik, nou ja,
nog steeds niet helemaal duidelijk of het projecteer op mezelf. Maar het lijkt dat die omslag, ik was op zoek naar een nieuw beeld. En dat dat niet anders kon dan aan de hand van die muziek of aan die soort structuur die daarin die muziek heeft. En ik had op een gegeven moment een groter schilderij gemaakt met allemaal ballen en wat slingers en dingen. En een vriend van mij die kwam kijken en die is componist, muzikant en alles. En die zei, zo, Chappie, beetje veel Coltrane geluisterd? En hij zei, what the fuck is dit? Dat is raar. Maar hij zei van, ja, weet je, de gedachte van Coltrane is dat hij een compositie maakt. Hij speelt in de compositie eigenlijk, draait hij om één noot heen en die noot die speelt hij niet. En dat vond ik wel een aardige gedachte. Want hij zei, ja, dat zie ik terug in je schilderij. En dat is denk ik ook wel iets waar ik wel naar op zoek ben, inderdaad. Kijk, ja. Lekker zo. Het is grappig, want er zit, wat Alicia ook zei, een mooie spanning tussen een soort huiselijkheid in je werk, een soort ergens in thuis voelen en vervreemding, onzekerheid. Ik wil toch eerst even bij het begin beginnen. Het grappige is dat ik je studio ken. Ja. En ik ken geen huiselijker studio dan de jouwe. Ja, hè? Deze is echt heel huiselijk geworden. Ja. Keukentje, plantjes. Ja. Als je dan bij komt, zijn er drie soorten koekjes. Het is heel knus. Vertel eens. De andere ruimte niet, hè? Maar. Nou ja, dat is ook nog eens een verschil met hoe je die vroeger had. Maar laten we eerst eens over de huidige studio beginnen. Had je behoefte toen je terugkwam naar Nederland om een prettige huiselijke studio te creëren? Ja, overduidelijk wel. Het was een enigszins toeval in die zin dat met die planten en zo. We hadden net een jonge kat en die sloopte alle planten thuis. Dus de planten moesten om gered te worden het huis uit. Maar toen ze daar stonden was het eigenlijk ook heel aangenaam om het er te hebben. Want ik had de studio ingericht. Dit was voor het eerste studio waar ik kan blijven in principe. Het is geen anti-kraak gedoe of weet ik veel. Weet je kunt daar gewoon blijven. Dus ik dacht, het is ook lekker. Wat ik miste in mijn andere studio's is van een schone ruimte. Die je min of meer in kan richten als een toonruimte, een galerieruimte. En dan een vieze ruimte waar je al kan gooien en smijten, wat ook een onderdeel is. Maar dan kan ik ze afschilderen in die schone ruimte. En dat werkte wel heel goed voor me. En ondertussen vind ik het ook wel fijn. Ja, weet je, op een gegeven moment realiseer je, oh ja, ik ben wel heel vaak in zo'n studio. En dan is het eigenlijk ook wel heel prettig als je je daar heel thuis in voelt. Dan heb je dat nodig, een plek waar je en een kunstenaar ziet juist heel kaal houden en geconfronteerd willen worden. Jij wil blijkbaar een soort nestje bouwen als je werkt. Ja, nou, ja, op dit moment wel, ja, zeker wel. Ik had in Berlijn op een gegeven moment zo'n heel grote studio. Die was 7 meter hoog of 6 meter hoog en 200 zoveel vierkante meter. Maar dat was in een oud Stasi-gebouw, voor alle duidelijkheid, hè? Nee, die niet. Dat was in een oude fabriek. Later ben ik naar het Stasi-gebouw gegaan. En die was eigenlijk kleiner en behapbaarder. En dat atelier was zo groot dat ik merkte dat ik eigenlijk meer met de ruimte ingevecht was dan met het schilderij, weet je. En het verdween ook echt. En dat bleek dus niet de bedoeling. Terwijl ik altijd dacht van, oh, dat is de studio die je wil hebben, weet je. Het liefst met de fiets er doorheen, weet je. Ik in het beeld van Gerrit Richter, wel, dat is te gek. Yeah. Maar dat bleek helemaal niet bij mij te passen. En dat vond ik dan ook wel weer gek. Maar zat hem dat in, toch? Het was te groot? Het was echt te groot, ja. Het werk verloor zichzelf en ik verloor mezelf. Okay. En dat is dus niet de bedoeling. En dat, in dat Stasi-pand, dat was een kleiner atelier. Dat was wel veel beter behapbaar. Behalve dan dat de omgeving totaal idioot was. En het was ook wel een strakke, kale ruimte. Ja, die heb je ook gezien, die ruimte. Ja, ja. Ja. Er is een forse omslag. Ik dacht even dat het daar meer over zou gaan vanavond. Ja. Er is een forse omslag in je werk plaatsgevonden. Inderdaad, tot ongeveer je Berlijn, tot met je Berlijnperiode waren je werk donker, monotoner. Mm. Nu terugkwam in Nederland, werden ze ineens kwamen er veel meer kleur in en werd de compositie veel complexer. Had dat te maken met terugkeer naar Nederland en een prettige studio vinden? Kun je er iets over vertellen? Nou, ik weet niet of het met die prettige studio te maken heeft. Het heeft wel met Nederland te maken, denk ik, in die zin dat het licht totaal anders is. En soms dingen heel fel van kleur kunnen zijn als je rondfietst. Want Berlijn heeft dus, ja, een landklimaat, maar het heeft een veel grauwer licht. Of een veel, ik weet niet, het is een ander soort licht dan in Nederland. En ik fietste op een gegeven moment naar mijn atelier langs het Nieuwe Meer. En daar ligt een rode boei in het water verderop. En die was op dagen echt knal en knalrood. En dan de bomen daarachter een beetje
raar grijs groen, wat ik niet kende, weet je. En het is niet dat je dat heel bewust allemaal opzoekt, weet je, maar het valt dus op en het begint langzaam toch wat te doen. En ik zag steeds meer kleur in dat werk komen, zonder dat ik dat per se wilde sturen. Daar klinkt een soort gat tussen. Ik bedoel, je fietst en ziet een rode boeien. Mm-hmm. Je gaat dit soort schilderijen maken. Ik bedoel, het is toch een heel groot gat, ja. Daar zit wel een kloofje tussen, zou ik mogen zeggen. Zit daar niet wat meer achter ook nog? Ik bedoel, de thematiek bijvoorbeeld, die huizen bijvoorbeeld, die waren vrij gesloten. Of als je er van buiten kijkt, waren ze gesloten, van binnen waren ze ook. Dit is heel erg open. Het lijkt ook of er iets in je geest veranderd is. Ja, dat idee heb ik ook wel, ja. Vertelt u maar. Of ik al zo ver ben, omdat... gaan we straks doen. Eerst dit schilderij, want heeft iedereen de hele avond zitten kijken. En ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ik had hem ook nog niet gezien. Niemand voor vanavond. Ik moest ook even kijken. Triptieke drieluik heb je al meer gemaakt. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb er nog geen gezien waar ik zoveel actualiteit meteen in meende te bespeuren. Ik zie een Amerikaanse vlag. Nee. Ik zie daar toch echt een mondkapje. Zomaar kunnen. En wat mij het meest opvalt, en daar wil ik het eerst over hebben, is dat je die harlekijnachtige figuur hebt. En dat man, jongetje, aan de andere kant. En die hebben allebei één been. Dus ze lijken wel één persoonlijkheid te vormen. Twee kanten van een persoonlijkheid. Hmm. Dan ga ik al misschien, is dat volkomen mijn verknipte dualistische geest. Maar vertel eens, zit dat erin? Als jij dat ziet, zit het erin, ja. Nee, goed, de aanleiding van dit, weet je, ik had die drie luiken al twee al gemaakt met het idee van een soort leiderfiguur in het midden, ook als een soort messias, een soort Jezusfiguur met de armen gespreid. Dat zit in alle drie die dingen. En de buitenpanelen vertellen dan een ander verhaal, maar wel het idee dat we op de een of andere manier schijnbaar op zoek zijn naar een leiderfiguur of iets. Mogen het Trump zijn, mogen het, weet je, en we hebben iets nodig om achteraan te lopen opeens. Die behoefte is heel groot. En dat gegeven zat er een beetje in. Dat was voor mij de aanleiding om dat soort werk te gaan maken. En deze had als directe aanleiding eigenlijk wel die bestorming op het Capitool. Ik dacht, wat is dit voor een vreemd... Weet je, het was ook wel een parade van volstrekt idiote outfits. En ik dacht, jeetje. Dus daar moest ik eigenlijk vrij direct wat mee doen. Dat was de aanleiding voor dit schilderij. Het is niet zo dat ik dan per se ieder figuur een rol toedicht. Die rol die krijgen ze ook een beetje gaandeweg. En het schilderij wilde niet vlotten en het viel uiteen. En het werd steeds lastiger om daar wat mee, weet je, om hem bij elkaar te krijgen. Om te krijgen, wat wil dit schilderij nou? En ergens 's avonds laat kwam ik op het fantastische plan om die harlekijn jasjes te maken. Dus het waren eigenlijk effe jasjes en het werkte niet. En door die harlekijn jasjes bond het schilderij zich ook. En begon er dus ook een dialoog te ontstaan binnen dat werk. En dan gaat het leven en dan gaan we de goede kant op. Weet je? Dus dan, dat is ook het moment dat ik zelf kan denken van alles wat voor mij in het beeld ruis is, kan ik er dan uithalen. Sorry als ik af en toe wat dingen voor zeg, maar we hebben niet zo heel veel tijd. Je ontwerpt je werken vaak eerst op de computer, hè? Klopt dat? Heb je dat hier ook gedaan? Ja. Ja, het is de laatste tijd meer en meer ook collage, gewoon weer papiercollage. Maar dat heeft meer met het gevoel en het uiterlijk te maken van het beeld. En dan toch weer in die computer inderdaad, om wel een houvast te hebben. Maar ik merk eigenlijk ook wel steeds meer, zeker met die stadsbeelden, dat ik daar iets meer houvast schijnbaar nodig had. Dus wat ook wat meer vasthield aan mijn ontwerp. En bij deze ontwerpen eigenlijk steeds meer openlaat. Of dingen maar laat gebeuren. En ik zie het wel. Oké, want hoeveel van dit schilderij, hoeveel procent ongeveer, zat er al in de computer? En hoeveel verandert er tijdens het werken? Ja, ik schat zo'n 60-40 of zo. Okay. Dat is wel ongeveer... Okay. Er is wel heel veel ruis uitgehaald, maar ook weer nieuwe ruis toegevoegd. Dus op een andere manier, een structurelere manier. En waar heb je dan over gedacht als je die compositie maakt? De vraag is, de betekenis vooraf bepaald? Nee.
Ja, hoeveel, wel, wat ging aanleiding. Je nou maken, die leider? Waar ja. was je mee bezig? Nee, ja, er zijn van die thema's waar je de tijd mee bezig bent of zo, weet je. En dat zijn bij mij vaak maatschappelijke dingen die gebeuren. Of, dus daar ben ik dan wel mee bezig. Maar het is niet zozeer dat ik dan denk van ik ga een... naar aanleiding van deze gebeurtenis dit werk maken wat het helemaal uitlegt. Omdat ik een hekel heb aan... voor mezelf dan, zeg maar. Maar heb ik een hekel aan werk wat heel direct is. En waarmee het een soort pamflet wordt of zo. Weet je? En dan ga je denk ik voorbij aan wat kunst moet zijn. En wat het in ieder geval voor mij betekent... is dat het een soort, toch ook een soort filosofisch vehikel is. En ik denk en zoek hardop in een schilderij... En daarmee geeft het dus ook veel meer ruimte voor de toeschouwer, denk ik, om er wat mee te doen. En dat is voor mij veel belangrijker dan dat ik direct mijn mening verkondig of zo. Dat vind ik eigenlijk heel irritant, als dat gebeurt. Je brengt altijd heel veel elementen bij elkaar. Is bijvoorbeeld, even ter kunstgeschiedenis zit er vaak in, maatschappelijke gebeurtenissen. Ik denk ook persoonlijke dingen, die zijn natuurlijk het moeilijkst te achterhalen. Maar even twee elementen. Wat is dat voor jas in het midden? Ik herken hem niet. Het was een kimono van Matisse. Een kimono van Matisse was dit. Ja. Kijk, een kimono van Matisse. Vertelt u maar, meneer Beekman. Nee. Jawel. Kom op, je ziet nee, ik zit wel een beetje kimono van Matisse. En je denkt, ja, die ga ik zo... Volgens mij in alle drie de drie luiken is de basis een kimono van Matisse geweest. En dan gesloopt of niet, maar... Waarom? Wat is er zo mooi in die kimono van Matisse? Wat zegt hij? Het is een soort rare harmonie in mij. Hij eigent zich ook iets toe... Dus er zit een soort culturele toe-eigening in iets, weet je. En hij maakt er iets heel anders van en dat vind ik wel mooi. Terwijl de vorm mag blijven bestaan. En ik vind die, in dit geval dus ook het soort crucifix-achtige gevoel vind ik ook wel heel mooi. En ik had een paar keer weer naar die kerk zitten kijken, weet je, die heeft gemaakt. Die, het omkatten van een soort... wat is dit toch kloten met allemaal mensen erbij, Hans? Dat gaat normaal toch veel makkelijker. Dat je zo'n kerk helemaal omkat en dat je er een heel andere vormgeving geeft aan iets waar we waarde aan hechten en wat fundamenten zijn waar we schijnbaar op leunen of die we nodig hebben. Ik ben zelf niet religieus opgevoed, maar ik snap het toch wel. En ik vind het ook mooi dat hij dat op een gegeven moment op een andere manier heeft geïnterpreteerd. En dat kon ik wel goed gebruiken voor dit. Maar... Persoonlijke religie, begrijp ik dat? Nee, ik heb niet zoveel met religie. Nee, maar persoonlijk, dat je iets voor jezelf bedenkt als houvast, als steun, bedoel je dat? Dat je dat uit een andere cultuur kunt halen en naar jezelf kunt omvormen? Ik denk dat op dit moment ook heel erg de kunst zelf gewoon een soort houvast is. Dus die kunstgeschiedenis en die dingen, die heb ik heel erg nodig op dit moment, op de een of andere manier. Ja. Is de Harlekijn een verwijzing naar Picasso? Ja, absoluut. Ja. Dus je hebt met Matisse en Picasso de vrienden en vijanden samen op het schilderij zitten? Ja, die heb ik wel vaker bij elkaar gebracht, ja. We schieten alle kanten op. We hebben geloof ik 25 minuten. Kan mij het schelen. Jij werkt veel met die verwijzing naar de kunstgeschiedenis. Ik heb dat altijd interessant gevonden, omdat het aan de ene kant zit er bewondering in. Maar je verhoudt je ook maar even tot een paar types. Dan heb je Matisse en Picasso weer. Hoe sta je daar zelf in? Vind je dat moeilijk? Is dat juist een... Nee, ja, eigenlijk helemaal... nee, helemaal niet zo sterk. Ik had ooit een gesprek inderdaad met... ik ben even de naam kwijt. Een schilder uit New York. En die wilde in Brussel gaan wonen een tijdje. Maar ze zei, ik vind het zo doodeng. Want jullie hebben dat gewicht van de kunstgeschiedenis. Dat hebben we in Amerika helemaal niet. En ik zou niet weten hoe ik me daartoe moet verhouden. En ik had er zo, hoezo, weet je? Het is iets zo vanzelfsprekend schijnbaar voor ons. Dat ik voel het niet als gewicht, helemaal niet. Ik heb ook niet het gevoel van, oh, ik verhoud me wel even daartoe. Maar je bent er erg mee bezig, Hockney, Picasso. Maar ja. Wat is er in die wereld dat je zo belangrijk vindt? Omdat je zelf ook kunstenaars bent, lijkt me erg makkelijk. Nee, ja, het is...
Ja, dan ga je ook naar een aanleiding waar ik niet heen wil. Maar kijk, het op persoonlijk vlak is er natuurlijk ook het een en ander gebeurd waarbij ik voor mezelf het moment dat mijn ouders beiden waren overleden, dat ik ook moest herijken van waar sta ik of wat is dit? Ik ben alleen, dan wel met mijn eigen gezin, maar ik ben enig kind en ben alleen. En dit blijft heel erg over van waarde. Dit is zo belangrijk voor me, schijnbaar. Dat ik ben gaan zoeken van in de kunstgeschiedenis. Van, oh ja, wat betekent die traditie? En ik had Hockney bijvoorbeeld heel hard nodig toen we terug verhuisden van Berlijn naar Amsterdam. Om te eiken. Dat idee met die gebouwen en dingen, daar was ik sowieso al klaar mee in Berlijn. Maar als je dan hier komt, dan past het landschap ook niet meer bij die ideeën. Dus dan moet je heel erg gaan zoeken. En ik dacht het in het landschap te zoeken. En dan komt Hockney heel overweldigend met dat hele bigger message. En dat hij teruggaat naar zijn geboortegrond. En dat gaat schilderen en fenomenaal conceptueel maakt. En dat bleek mij, nee, dat kan ik dus niet. Dus ik raakte daar wel een beetje in verstrikt. Maar dan langzaam zoek je natuurlijk ook. Want aan de hand van Hockney kijk je van, oh ja, shit, daar doet weer heel veel Leentje Buur bij Picasso. En daar zag ik wel weer heel veel dingen, aanhakingen. Dus veel fragmentarischer. En dat was wel iets wat ik nodig had. Mooi. Weet je, en dat gaat maar door, zo'n soort. Ik zie nu twee elementen. De kunstgeschiedenis die een soort veiligheid is. De studio die vrij veilig is. En ondertussen ben je bezig met de buitenwereld. Hoe werkt dat voor je? Ik bedoel, is dat niet soms lastig? Dan zit je daar in die lekkere studio met die planten en die stukje chocola. En ondertussen brandt de wereld. Hoe ga je daar als kunstenaar mee om? Denk je af en toe niet, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben machteloos. Of heb je juist het gevoel dat je iets teweeg kunt brengen? Nee, je kan niet denken van ik breng een revolutie op gang. Nee. Weet je wel, maar het is wel een deel. Je hoopt toch een deeltje toe te voegen of iets misschien. Dat als mensen het werk zien, dat ze gaan nadenken over de dag van vandaag of de dingen die er gebeuren. Of op een andere manier, tuurlijk. Dat is wel waar ik naar op zoek ben. En probeer ze ook wel wat houvast te geven soms, maar niet te veel. Bij dit doek, is het altijd een balans zoeken, zoals ook hier, van dingen geven die mensen kunnen pakken en het mysterie in stand houden? En kun je dat zelf een beetje beheersen? Ja, wel, natuurlijk wel. Ja. Dat is wel iets waar je mee bezig bent. Nou ja, deels. Kijk, als er twee zwaardjes hadden gelegen bijvoorbeeld, krijg je een heel ander verhaal binnen zo'n schilderij. Een heel ander dialoog binnen het schilderij. Dus het zwaardje wat daar lag, hebben weggehaald bijvoorbeeld of zo. Had je op een vorige ook al gedaan, toch? Lag ook eentje. Ja of twee? Ik weet nee, het niet eentje. Meer. Ja? Dan heb ik twee keer twee zwaarden weggehaald. Ja. Ja. Wat is dat, die zwaarden? Wat betekent, is het een symbool? Ja, het heeft wel een soort van strijdsymbool, denk ik. Ja. Maar ik geloof niet dat ik hem uit wil leggen in die zin, nee. En vertel nog eens even over dat zwarte gat, want dat komt ook elke keer terug. Ja, dat is grappig. Jij ziet het als een gat en ik zie het als een soort standaard. Oh, natuurlijk. Wat er staat, ja. Ik heb altijd het gevoel dat het een gat is waar iets uit omhoog reist. Nee, ik vind wel de spiegeling mooi dat je erin weer gaat. Maar zelf natuurlijk een groot zwart gat. Ja. Dat snap ik. Oké. Dus het is eigenlijk gewoon een kimono op een standaard. Ja, het is een messias zonder benen. Ook wel heel makkelijk. Ik dacht, als we de reis iets omhoog, zo zien we. Nee. Ja. Messias. En wat is er dan met die Messias inderdaad? Ben je zelf ook een Messias? Zo, absoluut niet. Nee. Maar je bent toch, moet je kijken wat je daar even neerzet voor iedereen. En dames en heren, kijken, interpreteren, avonden organiseren. Ik ben alleen maar gevraagd. Maar toch, even, hoe zie je je rol in die zin? Is het moeilijk om iets te gaan verkondigen aan de wereld? In die zin nee, omdat het voordeel is dat ik dat niet hoef te doen persoonlijk. Het is dat werk gaat de wereld in en niet ik. En dat scheelt een heleboel. Nee, ik zou niet zelf op een zeepkist gaan staan. Dat is niet zo mijn ding, nee. Nee, voel ik me niet heel gemakkelijk bij. Zoals je merkt. Ik was het overwegen af te ronden, maar er is één vraag die ik toch nog wil stellen. Wat ik zo fascineert is het aspect tijd in je werk. Altijd als ik zo'n schilderij zie, dan heb ik het gevoel dat je de ene kant heel erg verhoudt tot het nu. Maar je gebruikt allerlei stijlmiddelen en ook kunstenaars die vaak naar het verleden verwijzen. Ben je op zoek naar een soort tijdloosheid?
Ja, wellicht. Nee, ja. Het zijn ook handvaten. Waarmee de kijker het beeld binnen kan komen en de wereld binnen kan komen. Ik denk dat dat is wel van belang. Dus ik zoek ook altijd wel een soort ingang, weet je wel. Ik wil wel dat mensen een houvast hebben, dat ze ergens aan vast kunnen pakken en het verhaal binnen kunnen gaan. Maar vervolgens hoop ik dat ze verdwalen en hun eigen verhaal gaan maken. En niet per se op zoek naar mijn, maar ik stuur wel, uiteraard. Oké, dan is de laatste vraag logisch. Alice, je had het over wat er misschien wel over enkele decennia met je werk zou zijn. Hoe mensen er naar zullen kijken. Heb je daar zelf ideeën of verlangens over? Wat zou je willen dat mensen zo rond, laten we zeggen, 2070 ongeveer van het werk van Tjeppe Beekman vinden? Nee. Nee, daar denk ik helemaal niet over na. Als je daarover na zou gaan denken, dan zet je geen kwast meer op doek. Werk je niet voor de eeuwigheid? Nee, ik wil ze wel zo maken, technisch gezien, dat ze voor de eeuwigheid meegaan. Maar ik zou niet deur. Ik weet niet, weet je. Ik heb wel gemerkt voor mezelf dat als ik soms een bepaalde antwoorden zoek of zo van binnen de tijdsgeest, op dingen waar we mee bezig zijn. En dan denk ik, hé? En dan zitten we thuis samen te kijken naar in boeken en we gaan naar musea. En op een gegeven moment bleek dat Rauschenberg allemaal antwoorden had. En dit zijn niet per se, nou, wat ook in het gesprek van Hirscher voorkomt, zijn niet per se de dingen die hij erin heeft gelegd. Maar het zijn wel de dingen die op dit moment antwoord geven op iets waar wij bezig ben. En wat iets van over deze tijd zegt. En als je dat behaalt, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat is niet aan mij. Dat moet je ook zo niet. Als je dat doet, dan doe je niks meer. Dat slaat nergens op. Heel mee. Misschien is dit wel een mooie afsluiter. Lijkt me prima. Dankjewel, Tjeppe. Dank je. Heel veel dank. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze avond. Dus ik ga bedanken Rebecca Schaefer, Alicia Gesinska, Ellen Dekwits, Hans den Hartog-Jager, Tjeppe Beekman zelf natuurlijk, het Mondriaan Fonds voor de samenwerking en natuurlijk het Benjamin Herman Trio. We gaan nog één keertje luisteren naar Benjamin Herman, Thomas Pol en Joost Patoka. Daarna doe ik deze deur open, loopt u langs die prachtige boeken. En kunt u graag iets te drinken halen bij de bar en met elkaar praten. U mag ook naar huis, maar dat zou ik wel zonde vinden. Dank u wel. Joost Patoka.